Welkom op deze eerste en bijzondere veiling. Nou, proef mee, dat is toch verbonden aan een aantal culinaire producten uit onze streek. Vroeger was dat de drie A's, asperges, aardbeien en anchovies. En wij zijn dolblij dat daar het Tolse aardappeltje bij is gekomen. Want dat is echt een uitbreiding van het assortiment dat noodzakelijk was. De stichting Proef Mee, het culturele festival Proef Mee ontwikkeld. Proef Mee is bedoeld om de streek, de Brabantse wal, stevig eigenlijk te positioneren. Ik vond een bacon weer heel slaagd. Je ziet dat de mensen ervan genieten om hier in de veiling streekproducten te kunnen kopen op een leuke, authentieke manier. Ik ben er weer helemaal van overtuigd dat het tweede seizoen ook weer een succes gaat worden. En wat is het belang van de veiling voor Tolen? Dat is heel groot voor Tolen. Voor heel de gemeente Tolen is de veiling van belang. Ten eerste al, het is het punt waar dat de telers, de aardappels, de agrariërs hun aardappelen verkopen. Van daaruit gaat het. En je ziet nu ook door de veiling die er is, de mensen gaan elkaar leren kennen. En wordt het ineens ook een toeristische attractie. Dus twee vliegen in één klap. En welke mensen gaan elkaar leren kennen? Nou, dat zijn de inwoners van Tolen, want dat zijn ook je recreanten die hier zijn. En ook vandaag waren er mensen al uit Kruisland, Steenbergen, Dinteloord zijn er gekomen. Dus dat is mooi. En wat vindt u van de link met Proef Mee die gemaakt wordt? Ja, die vind ik fantastisch. Het Tolse aardappeltje is al een paar jaar de vierde A. Op de Proef Mee. Het was eerst drie A's plus het Tolse aardappeltje. Is nu al gewoon het vierde A geworden. En ze hoort het ook gewoon. Ik zeg het altijd maar, die vogel die vliegt ook over het Schelderijnkanaal. En die kijkt ook niet naar provinciegrenzen. Dus dat doen wij, onze toeristen doen dat ook niet. En juist door die verbindingen met elkaar te leggen, maken we dit gebied nog sterker toeristisch gebied.